In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom allemaal bij weer de laatste aflevering van onze reis door de heilige maand Kjerk. Dit is de allerlaatste aflevering voordat we aankomen op de bestemming, namelijk Kerstmis. En vandaag ga ik het laatste stukje met jullie bespreken uit het evangelie volgens Sint Lucas, het allereerste hoofdstuk. Hoofdstuk 1 van het evangelie van Sint Lucas begint en eindigt eigenlijk met het verhaal van Johannes de Doper. Eerst is de aankondiging en helemaal op het einde van het hoofdstuk is Johannes de Doper geboren. En diaken Pieter heeft in de allereerste aflevering ons verteld over de aankondiging van de komst van Johannes de Doper. Over dat de timing van God niet altijd is wat onze eigen timing is. Over dat Zacharias en Elisabeth wel Gods geboden altijd deden en altijd deden wat van hen gevraagd werd. En over het vertrouwen dat Gods plan voor ons altijd groter is dan ons eigen plan voor ons. Vandaag wil ik jullie het verhaal vertellen van hoop. Van de komst van Johannes. Want die komst was best wel vreemd. Dat was op een manier gegaan die Zacharias en Elisabeth niet hadden bedacht voor zichzelf. Die ze eigenlijk niet meer hadden verwacht voor zichzelf. En die eigenlijk ook met onze aardse manier niet meer had gekund. Want ze waren super oud en Elisabeth was onvruchtbaar. En toch heeft God ervoor gekozen om het op deze manier te laten plaatsvinden. Om ze Johannes te geven op de manier die hij bedoeld had. En dat was niet per ongeluk en dat was niet toevallig. Maar het was wel een beetje vreemd op de manier die wij begrijpen. Dus toen God de hoop vervulde van Zacharias en Elisabeth, toen kwam het op een manier die ze niet hadden bedacht zelf. En toen ze daar vragen over hadden, toen Zacharias daar vragen over kreeg, toen werd hem het zwijgen opgelegd. Hij moest zijn mond houden. Maar het was niet dit kind wat ze hadden bedacht voor zichzelf. Het was niet het kind wat een andere naam zou dragen dan de familienaam. Het was niet een kind dat eigenlijk de rest van zijn jeugd in de woestijnen zou ronddwalen. Het was niet het kind wat alleen maar in het dienst stond van God de hele tijd, terwijl ze dat zelf ook deden. Maar het was op een andere manier. Zacharias was priester. Hij had verwacht dat zijn kind ook priester zou worden en niet per se profeet. Dus het was allemaal net niet. Het net niet. Maakte dat hun vreugde minder? Maakte dat hun blijdschap over de komst van hun kindje minder? Ik denk het niet. Want Johannes was wel iemand die Gods goedkeuring droeg. Altijd. En in vers 66 staat, de hand van de Heere was met hem. Dat was zijn hele leven zo en dat bleef zo. En hij was de eerste onder de mensen. En het hart van Zacharias, toen hij weer kon praten, liep zo over van dankbaarheid en vreugde dat hij een hele lofzang aan God offerde eigenlijk daarna. En hij zag hoe groot het was dat God hem dit kind heeft gegund uiteindelijk. Na een leven lang wachten, na een leven lang bidden, na een leven lang smeken, kwam het kind er. Niet het kind waarvan zij hadden verwacht dat ze zouden krijgen, maar eigenlijk iemand met een boodschap, met veel meer verantwoordelijkheden dan ze hadden bedacht. Met een grotere rol dan ze zelf hadden bedacht. Het was niet zomaar een kindje. Het was de grootste onder de mensen. Het was het kind van Elisabeth en Zacharias. En hij heette Johannes en hij heeft de Heer Jezus gedoopt. En hij heeft stap voor stap de weg voor hem klaargemaakt. En dat is ook wat Johannes had geprofeteerd. Was ook wat hij had gehoord van engel Gabriël die hem dat kwam vertellen. En hij zag dus dat God hier een bedoeling mee heeft gehad. Dus na al die jaren wachten, na al die jaren smeken, na dat hij ogenschijnlijk toevallig de beurt kreeg om te offeren. En daar aangesproken werd door de engel. Dat waren allemaal gebeurtenissen die niet toevallig en dus niet per ongeluk kwamen. Dit was omdat God had bedoeld dat Johannes op deze manier op de wereld zou komen en op deze manier de weg klaar zou maken voor de Heere Jezus. Dus mocht jij af en toe het idee hebben dat dingen niet gaan op de manier die jij had bedacht voor jezelf, op de manier die jij graag zou willen, verlies je wel eens de hoop, want dat is heel menselijk en dat is heel logisch als je niet snapt wat Gods plan is. Bedenk je dan dat Gods plan of de manier waarop de dingen gaan in jouw leven niet per ongeluk zijn en niet toevallig. Er is een reden waarom God dingen doet zoals hij dingen doet en dingen voor jou wil zoals hij de dingen wil. En
misschien krijg je iets veel groters. Misschien krijg je iets veel mooiers. Misschien krijg je wel niet wat je had verwacht of wat je had gewild. Maar krijg je iets wat beter bij je past. Wat beter is voor jouzelf. Voor jouw verlossing. Voor jouw komst en reis naar de hemel. En zoals Zacharias zelf ook zei. Hij zegt. De innige gevoelens van barmhartigheid van onze God. Waarmee hij naar ons heeft opgekeken vanuit de hoogte, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in de duisternis en de schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Dit is waarom Johannes en waarom de Heere Jezus hier op aarde zijn gekomen, en dit is wat Zacharias kon inzien. De mensen die gezeten zijn in de duisternis en de schaduw van de dood, dat zijn wij, dat ben jij, dat ben ik. En wij snappen het niet altijd helemaal en we weten niet altijd wat hij bedoelt voor ons of wat hij wil voor ons. Dat snappen we niet altijd, we begrijpen het niet altijd. Maar er is hoop en die hoop leidt op de weg van de vrede. De eeuwige vrede, de innerlijke vrede, de vrede die komt met Kerstmis, met de Heere Jezus die Johannes voor ons heeft voorbereid. Ik wens jullie alvast een heel zalig kerstfeest en tot een volgende keer. Bedankt voor het kijken.